Wat mij vooral getroffen heeft bij LinkedIn, dat is de sterkte van het virale effect. Daar hebben wij bij het bestuderen van dit medium onmiddellijk de mogelijkheden gezien om onze bedrijfscultuur continu in de markt te zetten bij een zo ruim mogelijk publiek. Ik ben Bert Vraart. Ik werk bij KBC Bank en Verzekeringen en ik ben daar werkzaam op de dienst Recrutering en Selectie en Potentieelinschatting. We hebben LinkedIn heel sterk in overweging genomen en ook gebruikt voor onze 9to5 campagne. Waarom? Omdat 9to5 eigenlijk het resultaat is van een enquête bij onze eigen werknemers naar de redenen die zij aanhaalden waarom het goed was om werken bij KBC. Nu, daar zijn een negental redenen uit naar voren gekomen en die negen redenen die belichamen heel sterk de bedrijfscultuur van KBC Bank en Verzekeringen. Nu, waarom hebben we LinkedIn daar heel nauw bij betrokken? Omdat wij LinkedIn in feite door dat virale effect vooral zien als een geschikte manier om die bedrijfscultuur sterk te verspreiden. We willen LinkedIn niet alleen om onze employer brand in de markt te zetten. We willen LinkedIn ook om die cultuur en die bredere brand visibel te houden. Een feature die we heel intensief gebruiken, dat is onze company page. En het is via dat medium dat we vooral die cultuur in beeld kunnen brengen. LinkedIn speelt een vrij actieve rol. Er wordt op regelmatige basis een afspraak vastgelegd. En die afspraak, daarin behandelen we dus de manier van werken zoals KBC die momenteel benut. Maar daarin worden evenzeer ook tips aangereikt door LinkedIn zelf om onze manier van werken nog te verbeteren. Wat mij het meest interesseert aan dit medium, dat is dat je echt de gelegenheid hebt om in contact te blijven met een mogelijk doelpubliek via het bekendmaken van de normen en de waarden die binnen je bedrijf leven en heersen. Omdat dat volgens mij de ideale manier is om mensen altijd op een latente manier warm te kunnen blijven houden voor je onderneming.